Dit is zo dom, hè? Nee, nee, wat doet hij? Volgende, zonder stok. We hebben grenscontrole. Hebben jullie besteld? En die hele doos, joh, hè? Hier is hij. Ik wist het, jongen. Wow! Politie. Happig. Ja, daar kut. Kut, onze motoren ook. Ja, dat is wel kut, ja. Dat is helemaal kut. Doen? Ik doe die pijlen. Nee, gewoon aardig blijven, dan komt het goed. Hallo? Okay. Crossbaan naar beland. Wow, dikke crossbaan hier. Kei vet. Kijk die hele loopband, die vuurwerkcontrole. Wat is hij? Zo. Deze shit ter wereld. Voor vuurwerk? Hoeveel vuurwerk wil je hebben? 150 euro, meer niet. 250 euro, dat doe ik ook, hebben we 500 euro. Doorgaan, dat is toch zonde geld, man. Ik vind het leuk, ik ga naar strepsel. Ik ga strepsel snuiven. Maar doen we morgen met afsteken? Gaan we naar jou, gaan we naar mij, gaan we naar... Hoeveel euro gaan we inkopen aan vuurwerk eigenlijk? Ja, wij hebben al voor een paar honderd. Ik ga 500 euro. Ja, wij zitten op ook ongeveer zoiets. Ik heb 150 euro van paps en ik ga zelf dan 350 euro hebben, dat is toch duidelijk. Ja. En voor Romy moet ik nog. Ja, wat een gezeik met dat vuurwerk altijd. De potten mogen, alleen vuurpijlen, dat soort dingen mogen niet. Mag maar 25 kilo hebben in de auto, hè? Ja, dat klopt. En als je meer dan 100 hebt, dan wordt het proces verbaal volgens mij. Hebben wij gelukkig niet, dus dat scheelt. We zijn in Duitsland aangekomen en kijk eens aan, het is hier pokken druk, jongen. Dit is echt net de grens over de eerste vuurwerk. Verkopen hier. Oh, dat is zo krom. Gewoon die grens ligt bij ons, ja, in de achtertuin. Bij mij letterlijk in de achtertuin is het gewoon Duitsland haast. Oh, we hebben grenscontrole. Hebben jullie besteld? Nee. Dan rijden we door. Hier is niemand mogelijk. Ook Feyenoord en nieuw, hè? Rust, hè? Een onaardige fan. Hebben jullie besteld? Nee, nee. De kerstgedachte had hij thuis gelaten. Tjonge, jongen. Hebben jullie besteld? Nee. Ik dacht dat er echt al controle gewoon was daar. Nee hoor, nee, dat is gewoon verkeersregelaar. Maar wat als wij gepakt worden, hè? Met zoveel... boete. Dat is het enige aan het vuurwerk meteen. En taakstraf misschien toch? Want dat is na de eerste waarschuwing. Als je dan weer overtreedt, dan krijg je taakstraf. Nee, allemaal met bogies en zo. Ja, dit is allemaal een beetje net niet vuurwerk. Oh, waar klagen we dan op? Vuurpijlen zijn dus illegaal in Nederland. Maar volgend jaar niet. Vuurpijlen die zie je verkopen, die kun je volgend jaar wel afsteken. Ja, maar deze video is ook gemaakt in 2022. Ja, dat is een video van volgend jaar. In Kranenburg is dat. Kranenburg, ja. Als er daar nog iets is, anders kunnen we weer doorrijden. Daar is echt overvol. Wij zijn nog best vroeg, dames en heren. Het is al 9:30. Zo, kijk eens aan. We zijn bij de Rewe aangekomen. Ik ga me echt afvragen hoe vaak ik word weggestuurd vandaag in de Duitse supermarkt. Hey Tigo, je weet toch bij de Aldi hoe boos die Duitsers altijd zijn? Bij de kassen, dat ze helemaal te ja. Ook met filmen die worden... Ik ga afvragen hoe vaak ik vandaag word uitgescholden door een Duitser. Ik ben aan de winnaar, zegt ze met champignons, want ik ga toch aan de jongen, we lopen de hele winkel rond en we hebben nog steeds niks. We zijn bij de Aldi aangekomen. Ik heb nog steeds keelpijn. Pas, we hebben niet eens een winkelcar hier meer, joh. Pik, dit is de laatste winkelcar, hè. Oei, oei, oei. Dit wordt wel, dames en heren. Zo'n kleine pakken. Oh, kijk eens aan. Hé, ons lijstje is weg. Hé, er zijn ook allemaal Nederlanders hier, hè. Dat die gewoon mee, jong. Zo, kijk eens aan. De eerste schappen zitten hier met... Oei, oei. Ik neem deze, man. Ik moet even een pakketje voor papa eigenlijk hebben. En dat we beter nu gas kunnen geven en dingen gaan zoeken. Ja, alles is echt op. Pak de pijlen. Heb jij nog helemaal niks? Nee, ik heb nog helemaal niks. Ja, dan moet je straks met Sanders. Dan kun je alleen potten halen. Ja, jongen, dan neem ik twee pakketten mee van vuurpijlen. Hier zit niet genoeg in. Hier zit wel genoeg in. 80 cc. Wat heb jij? Ik heb deze. Hetzelfde, hè? Ja, mooi. Kijk eens aan. Made in Germany. Dan weet je wel wat goede poep is. Kijk die hele loopband. Vuurwerk. Ik ga mijn camera hier neerzetten en ik hoop dat die vrouw het zo bliep meeneemt. Of we hebben een boze Duitser. Zo, kijk eens aan, hè. Boys, ons eerste pakket is binnen. Is dit niet handig om even in de auto of iets ja, te zetten? Dat ik loop hier al met een pakket rond. Hey, huh? Een DM. Een DM. DM me, baby girl. Ja, we hebben fireworks. Dat is eigenlijk fout. Ik moet hier niet zo Duits gaan praten. Dat is, jullie weten wel wat ik bedoel. Ik kan niet zo extreem Duits praten, dat komt heel erg anders over. Toch? Ik kan niet vloggen en vuurwerk erin, maar we hebben eerst 20 euro verspeeld. Cody! Wij zitten echt met een probleem, dames en heren. We hebben nu vuurwerk. Aldi is alles uitverkocht en hier is ook gewoon niks meer qua vuurwerk. Het is gewoon echt helemaal shit. We zijn even aan het kijken waar hoeveel vuurwerk is. Maar ja, als wij door heel Duitsland moeten reizen, dan hebben we ook de kans dat we weer gepakt worden voor controles. Niet of zo dat wij illegale troep bij hebben, want hoe kom je erbij? Dat durven wij niet. Maar het punt is, het snapt ons nog eind. Tune the sale Lambo Pizza. Jongens, wij rijden hier als enige gele plaat rond. Daar een kumplaat, daar een kumplaat. Overal witte platen hier. Hier als hele plaat, boy. We zijn in Kleef aangekomen. Ik zei van, misschien hebben we hier wel goede poeien. Dus in Kleef is wel een lekker stukje in Duitsland. Dus let's go! Oh yeah! Hoi, werk ja! Dit is een... Karen? Kelf. Oh, schaam het me niet.
We zijn gewoon in klei. Er zit gewoon hier sneeuw onder de auto. Oh, laat mij weer achter. Ik zal bij een deel. Volgende winkel, de Netto. En ze hebben hier geen... Ze hebben hier wel vuurwerk. Sorry. Cristiano Ronaldo. Oh, ja. Oh, kijk eens aan, jongen. Ze hebben hier echt maar één schat met vuurwerk, volgens mij. Sterretjes. Wow. Dit is het volgens mij ook echt. Dit is echt het enige. Ik kom helemaal naar klei voor dit. Jongen, jongen. Oh, dikke 80ste zeehoelie. Jongens, hé, wat is de bedoeling? Kijk dit, dit is een doorlopende achterlicht. Ja, Hyundai is wel een goede tuning, maar... De volgende winkel, laten we hopen dat hier iets is. Even kijken of ze hier wat hebben. Nee, nee, we zijn fucked. We komen hier, niemand heeft hier vuurwerk. Lul niet. Oh, vuurwerk, let's go. Oh, ze hebben hier alleen geen potten of iets. Jongens, we moeten echt naar die vuurwerk lookalike winkels gaan, man. Dat is echt drie keer niks. Zou ik hier dan een vuurwerkraket te kopen? We hebben hier nog twee Lidl's. Lidl's. Zouden we eerst daarheen gaan? Ja. Kijken wat ze daar hebben. God voor de tiefe stering. Nou. Nah. Jongens, we wachten gewoon. Hier komt iemand doorheen. Dan gaan we doorheen rennen. Hebben we godverdomme weer geen vuur. We gaan naar de Lidl. De Lidl. En waarschijnlijk hebben we hier geen saus. Ja, Kjeld, stap nu maar uit. Ja, loop ik mee. Nou, gaan we eens kijken of de vuurwerk is. Niet? Is al op. Ja, is op, hè. Jullie hebben ook een ding. Is al op. Godverdomme. De Lidl ook weer niet. Wij komen nog niet eens de winkel in. En zijn al drie mensen zo op. We lopen er echt met vuurwerkbladen gewoon uit de winkel. Dus. Al die inkleef. Oh. Kein feuerwerk meer doen. Op, non nu. Duitsland, ik kan meer. Wacht voor jullie. Ik ben bijna uit. Digo. We moeten echt ver Duitsland inrijden om vuurwerk dan te halen. Allemaal Nederlanders hier, wat goud, man. Wij zijn fuck, dames en heren. Vuurwerkcontrole. Wat is hij? Zo, flinke controle ook hier. Jeetje. Dat is deel niet gezien, hoor. Escape the Matrix. Oké, dames en heren, we zijn in Oostenrijk beland nu momenteel. En ik het is heb koud. Vuurwerkpapieren natuurlijk. Ik heb ook nog een vuurpijl eruit. Hier, vuurpijltje eruit. Hats flat. Jongens, rennen. Jongen, kneus. Die blijft in de grond, hè. Oh, die gaat omhoog. Wauw. Die stok. Ik heb een stok eruit. Wow. Oké, dit is de laatste, ja? Cool. Oh, ik ga het niet af. Ja, haal opnieuw eentje dan. Dat kan er nog wel. Ik vind het eng. Ja, zo over de weg. God, dat is zo dom. Oh, dat viel mee. Nog eentje uit de hand. Nee, niet uit de hand. Dan gooien we hem nog zonder stok. Ja, doe, hij doet dan wel. Nee, ja, maar, zet hem nou gewoon in de grond. Er zit, nee. Meer, maar, er zit helemaal geen stok aan. Dus kan niet uit de hand. Je moet wel weggooien, Kjeld. Oh. Wow. Ik wil nog eentje doen. Digo, hallo. Digo, hallo. We moeten nog instaan. Ja, wel nog eentje. Dat kan. Bij het pakket op. Van wie was dit pakket? Dom, jongen. Dit is zo dom, hè. Nee, nee. Wat doet hij? Wow. Hij gooit hem ook gewoon. Het laatste moment weg gewoon doen. Ja, weet je waar hij hem heen gooit? Ja, oh, nee! Hij knalde echt naast me. Kijk eens op camera. Ik zag flinsteringen naast. Ik ook. Echt naast ons. Ja, dat is goud. Jeld, hoe kom je erbij om eerst die stok weg te gooien als die nog niet eens gaat onze kant op? Nee, maar weet je wat het oorspronkelijke idee van mij was? Als die vlam komt, waardoor die de lucht in gaat, hè, dan loslaten. Hè. Alleen op een gegeven moment begon het heel warm te worden. Dus ik dacht, oh kut. Dus ik gooi het ding neer. Ja, weet ik veel. Ja, en dan mag je nog blij zijn dat die stok eraan zit, dat hij in de rechte lijn ging. Dit had zo fout kunnen aflopen. Hij wou straight pipen, midden demper is er al. We hebben nu 6 pijlen afgeschoten en ik heb al fucking veel schrik gehad. Ja, dat is zo grappig uit. Het was echt uit je hand bedoeld, hè, om de lucht in te gaan. Ik had onze kant op. Het ging alleen mis bij het begin. Ik zag die pijl liggen van, I'm coming for you, bro. Nou, kijk eens aan. Dit zijn goede cakes. Kijk eens aan, dikke Defcon box. Dat zijn bij Sander's tweewielers. En hier kunnen we wel even goede shit halen, hè. Ja. Ik wil ook nog wel vuurpijlen halen, dus. Ja, dan moeten we zo even naar huis. Ja, ik ga me helemaal blut kopen. Ik wil die geldacties weer hebben. Ja. Dat is echt goud, joh. Weet je welke ik lijf in die Defcon box? Er zitten 8 cakes in. Maar dan ben je €300 kwijt, denk ik. Ga je deze kopen? Nee, maar je kunt niks anders kopen. Hey, die Spaceman. Ik had die dan gehaald, man. Voor €50. Dan kun je beter zo eentje voor plaats van 60 voor een pot. Dit is voor weg te gooien. Niet om op de grond te zetten. Nee. Dit is gewoon voor weg te gooien. Ja. €120 deze. Dan hebben we nog 12 cakes erbij. Dan doen we nog een paar pijlen, haal ik dan dadelijk al. Deel jij dan maar? Weet je wat ik doe? Hoeveel kost een pijlenpakket in Duitsland? Tientje. Maar als ze nog hebben. Ik denk niet eens meer dat er ligt, heel eerlijk gezegd. Maar daar lag was het allerlaatste. Ja, maar dan hebben ze wel. Er wordt bijgevuld nog. Nee, er wordt niet meer bijgevuld. Dat was het allerlaatste. Er wordt bijgevuld. Gaan deze halen. Dit zijn soort Thunder Kings. Dus daar kunnen we Thunder King roulette mee spelen. Thunder Twin? Ja, die wil ik ook hebben. Die zijn €10 per pakje. Oh, 10 euro, ja. Ik wil daar wel 3 pakjes van hebben, denk ik. Ja, ik ook. Doen we 6. 6, ja. Dit is dus 1 pak, €60. Nee, totaal voor 500. Ja, 500, ja. Ja, dan zou ik gewoon echt zeggen 4 van die. 4 van die grote palet. Dus... Hebben we leuk om mee te spelen. Doen. Testo Elements. 4 stuks, hè? Ja, 4 stuks. Vuurwerk. 1 kopen. Ik vind deze wel heel lijp. Ik neem deze, die Space Jam. Oh. Dat dit dan wel legaal is om mee te nemen, dit lijkt
eigenlijk toch zielig halen om mee te nemen dan zo'n vuurpijlpakket. Deze neem ik. Spaceman. Twee keer van deze, denk ik. Oh, 12 shots, die is ook wel leuk. Maar deze zijn Favo. Deze 30 euro voor 44. Oh nee, voor 36 shots. 44? Ja, die is wel leuk deze. We hebben expres niet deze pakketten gedaan, want dan zitten we al gelijk op een bedrag van over de 100 euro. En wij willen gaan spelen. Dus die potten naar elkaar toegooien. Kijk eens aan, de eerste. Ja, dit is voor ons, hè. De eerste lading is al binnen. Non die. Is dit het allemaal? Of? Oh jongens, dit is echt erg. Ik kan echt. We hebben zoveel gast. Kijk dan even. En dit is pas de eerste doos. Non die. Kijk eens aan, gaan we de vuurwerkbunker in. Goh. Ziek jongen. Kijk, nou ziet er nog leeg uit, dames en heren. Maar het wordt hier elk uur bijgevuld. Dus dat is echt ziek tuning. Kijk eens aan. Al het vuurwerk hier in de bunker. Het is nu pretty leeg. Nu komt er een vrachtwagen en dan wordt alles weer gevuld. Dus we hebben alles op voorraad weer. Nice. Bunker. Hallo. Super. Hallo. Hey, Dora. Ja. Help het al. Ja. Oh, dit is echt vet, jongen. Kijk, die hele doos, joh. Deze. Dit is het. Zo, lukt alleen een filmtest. Wow, de eerste doos wordt ingeladen. Oh, oh, oh. Het is precies 25 kilo. We hadden hier binnen een week schaald. Die staat er voor dit soort dingen natuurlijk. Dus deze ook nog. Deze. Oh, oh, oh. Niet normaal, joh. Oh, dit is echt ziek, ja. Onder 25 kilo. Mooi. Vuurwerk afsteken op de KTM. Ja, ja, dames en heren. We gaan naar Oostenrijk rijden en dan gaan we een vuurpijl halen met de KTM. Want mijn maatje Tiger, ik ben nu net thuis, heeft een nieuwe supermotor gehaald. Een dikke 4,5, jongen. 405cc, net zoals die van Monster Dad daar. Dat is allemaal leuk gedaan, maar nou ben ik de enige in de groep met een 125. Twee takken, ik mag nog geen A2 rijden. We gaan vuurpijlen en de supermotor naar Duitsland rijden. Dat wordt enorm gek uit. Maar eerst, wow, ik heb een ziek pakketje binnengekregen. Hier staat Monstertube op, zoals jullie zien. En wat staat hier? Semi's Candyland. Ik heb het helemaal niet besteld. Of iets dat ik weet. Ik ben wel heel benieuwd wat. Wow, joh. Oh, 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 oh. Het is lekker. Wow. Lekker. Oh, dit is zo lekker chips. I love it. Oh, dit is allemaal Amerikaans snoep. Kijk dan. God, nonnetje. Oh, oh, oh. Ja. Twinkies de bakken. Zoey. Twinkies. Hij wil Twinkies. Kijk dan wat leuk dit allemaal. Kijvel snoep. Oh, Monster Energy. Twee blikken. En nog wel lekker popcorn. Oh. Twinkies. Ik moet nu een Twinkie hebben. Ik kan niet meer houden. Wow. Oh. Dit is gewoon een Twinkie. Oh jongens, ik ben zo verliefd op dit. Dit is echt Amerikaans koekjes, maar dit vind ik zo lekker. Dit komt ook van de film Wall-E. Kijk dan, het komt hier gewoon al uit. Het is gewoon helemaal verzadigd. Oh. Ah. Ineens is mijn keelpijn weg, maar ik voel wel weer pijn nu. Oh, oh, dit is zo lekker, zeg. Maar ja, dit komt van Sam's Candyland. Kijk eens aan. Voor de mensen die de bakkertjes kennen, een ander YouTube kanaal met bijna 4 ton abonnees. Ze hebben een eigen snoepwinkel geopend en echt super lekker snoepjes hebben ze me allemaal gratis gegeven. Echt allemaal leuk, aardig wat snoep, maar Twinkies. Oeh. Oh, dames en heren, dit gaat zo leuk worden. Kijk, ik heb hier ook een nieuwe tankdop voor de KTM. Gelijk even proberen, wel leuk. Kijk eens aan, doen we deze eraf. Zo. Kijk eens aan, dan gaan we deze erop doen. Hopen dat die past. Echt hopen. Oh, kijk eens aan die nieuwe tankdop. Wat ziek, joh, hè. Aan of het oude tankdop. Oké, okay, dames en heren, dan is het even nu tijd om goed aan te kleuren. Oh, let's go. Twinkie! Hey, dank je. Ja! Jongen! Hey, let's go! Eerste keer toeren met 405cc. Nieuwe van Tigo, jongen. Even nog opwarmen. Laten warm lopen deze handel. Hey, Joe! Oké, okay, de vraag van vandaag. Kan dat? Supermoto met een boxerhelm op. En een boxerhelm altijd wel vet staan. We beginnen de dag even lekker met tanken. Oei! Yo, let's go! Wij gaan eventjes lekker tanken hier, zoals jullie zien. En ik heb gelukkig mijn smering bij. Oh, gaan we rijden. Oh. Yo, let's go! Oh, dikke crossbaan hier. Daar gaan niet waar. Is denken dat ik een brommer ben. Ik weet op Luxemburg vakantie. Niemand durfde hem zo ver naar achter toen als ik hem elke keer had. Want ik ging echt voorbij de dode punt, 12 uur. Alleen, bij deze easy, jongen. Vind ik niet leuk, want we hebben al een wedstrijdje met wheelies. Drukte allemaal voor vuurwerk en er is nergens wat beschikbaar. Ja, jullie zagen het vanochtend, helemaal shit. Oh, kijk al die auto's. Weer sinds, wie komt uit bij die Audi? Wat betekent zuur? Yo, wow. Bijna op je achterband, gek. Ik denk ook dat het niet druk is binnen, man. Er liggen sowieso geen cakes, man. Ik ga gewoon met mijn GoPro naar binnen, denk ik. Zo kan ik toch naar binnen? Wacht, echt spiegelreflect. Ik mezelf. Ja, ik ga zo naar binnen, dames en heren. Alles voor de vuurwerk. Oké, okay, als er pakketten ligt, hè. Wil je vuurpijlen? Nee, ik heb zat. Ik heb thuis al liggen al. Heb je aansteker bij? Is er nog vuurwerk binnen, leven? Nee. Helemaal niks. Ik ga toch kijken voor de zekerheid. Toch even kijken.
kijken. Yo man. Yo. Echt goed man. Dankjewel. Geen vuurwerk hè? Hier hadden ze vorig jaar dat ik wist ook iets van vuurwerk. Maar de vraag is of ze dit nog steeds hebben. Nee. Hé, hey, ik heb een knipperliggie. Jij niet. Ja, eerste poging weer mislukt. Weer geen vuurwerk. Wat een pauperzooi gast. Kleef aan met 10 kilometer. Oh. Blitzerpaal. Ja ja. Leuke blitzpaal. Oh, wat een blok jongen. Oh. Hey dames en heren, we zijn in Kleef aangekomen. Wauw, dit lijkt wel Washington DC hier. Oh, kijk hoe mooi daar. En hier links. Prachtig, very beautiful. Abstract contract. En wij gaan vuurpijlen halen. 1,60 euro voor benzine? 1,60 euro voor benzine. Daar praten we over. Ik vind het wel leuk dat die stoplichten voordat ze naar groen gaan, gaan ze eerst rood, geel en dan naar groen. Die Duitsers, joh. Dat is toch ander volk, maar... Dat is toch ander volk, maar heerlijke mensen, joh. Sommige mensen hebben het echt op Duitsers. Ja, ik kan dus streng zijn, maar ik vind Duits taal zo mooi, hoor. Ik ga gewoon een Duitse vragen waar vuurwerk is. Doe ik zo, hallo. En een heel overdreven Duits. Hallo, ik ben Tommy. Wij doen weer vuurwerk in. Oké, ik ga even kijken of ze nou echt vuurwerk hier hebben. En als ze het hebben, dan ik wel jou wel. Oh, ei. Nee, dat is geen ei. Zout. On the way vuurwerk. Kijk, ik hoop niet dat ik gescand word. Er staan hier allemaal potten en allemaal goed gerij. Oh, ja, wat een topdrukte hier. Ik hou hier niet van. Ik heb mijn helm op, maar ik ben helemaal... Oh, wat een drukte hier. Oké, ik ga het wagen. Wat een topdrukte hier, man. Oké, als ik er heen ben, kom ik ook niet meer terug. Oh, daar kom ik wel mee terug. Oh my god. Ik ben allergisch voor winkels. Ik hou niet van die topdrukte. Ik vind dit helemaal niks. Hallo meneer. Ik ga heel overdreven Duits praten. Als ik iemand wil. Maar ik denk niet dat ik vuurwerk kan vinden. Oh, vuurwerk. Hallo. Oh, dikke potten wel, jongen. Oh, jij werkt. Oké, goeie poeien. Hoeveel zijn deze eigenlijk? Wijst hoe was dat kost? Even kijken, die barcode. 100 euro. Oké, dank je. Oh, ik wil niet weten hoe groot deze potten dan zijn. Oké, maar wij hebben vuurpijlen nodig. Kom op. Alsjeblieft, gun. We hebben alleen maar die boksen. Ik niet leuk. Wijst hoe vol feuerwerkpijlen in met een stok? Die hebben keine meer. Luister, we hebben één pijl voor 7 euro. Veel te duur. Ja. Kaufland, zei hij. Daar zijn allemaal vuurpijlen. Oké, waar is dat? Dat is hier. Waar is hier? Weet ik niet. Oké, dan gaan we daarna naar Groesbeek en dan gaan we de 31ste netjes afsteken. Maar dat zit nog wel in deze video. Ja. Oh, dit is zo tervens groot ook hier, jongen. Niet normaal, gast. Ik ga schoonmaakers vragen. Hallo. Wijst hoe vol dat feuerwerk is? Wijst hoe vol dat feuerwerk is? Oh, gast, hele potten vol, jongen. Zij in een bouwmarkt. Echt 1 minuut hier. En dat is de laatste, anders gaan we. We gaan naar jou. We gaan weer pijlen pakken. En dan met de supermoto op de rug. Pijlen onder de arm. Welke crossbaan? Ja, oké. Okay. We gaan Duitsland nu verlaten. Voordat we een curryworst op hebben. Ik weet, iedereen komt hier ook echt voor vuur. Ik zeg jammer dat het er gewoon niet is. Dus, wij moeten even curryworst eerst hebben. Oh, ik vind die tankdop wel echt geil, dames en heren. Tuning. Hier, jongen. Ik wil even lekker binnen zitten. Lekker worstje en een fietsje erbij. En even gewoon... Oh, kijk hoe lekker dat eruit ziet. Ja, dat is ook hetzelfde. Ja, ik wil niet buiten zitten. Ja, kan ook. Hoe staat? Ja, een beetje koud. Jankbal. Oké, dan gaan we al binnen, Piet. Jankbal. Jongen. Oké, dames en heren, we zijn. Hey! Oh, is dit een RSS, joh? We zijn aangekomen bij de laatste vuurwerkwinkel. En waarschijnlijk is dat oud vertrouwd Pennymarkt. En daar hebben ze vuurwerk. Mula. Piskopf Mula. Hallo, ik ben Toby, jongen. Ik wil Mula. Zo heerlijk Duits, jongen. En Pennymarkt, Kranenburg. Oké, alsjeblieft, gun. Hoeveel wil jij? Ik heb zat. Hey, ik ben weer teruggekomen. Gaan we jullie? Hier zijn wel pijlen, hè? Echt top. Oh, dankjewel, maat. Het enige wat ze hebben. Ja, boeien. Als we maar op de bike. Woes. Tijdens het rijden de dingen in je hand houden. Hoe leuk is dat? Oh, dit is top, jongen. Leef, volgens mij zijn deze dikker dan die. Of die zijn dikker. Volgens mij zijn dit. Het verschil van dit is dikker. Ja, dat lijkt zo. Het is gewoon hetzelfde. Ja, het is gewoon hetzelfde. Nou, mooi. Nou, fijne jaarwisseling zou ik zeggen. Ja, jij ook, man. Rustig gaan. Ja, fijne avond. Hoe was het met de kostbaan? Die is bijna af. Bijna. Oh, ik ben hier zo blij om. Echt de laatste winkel. In de ei. Ik wil de laatste winkel gewoon hebben dit kunnen fixen. Jongens. Oh, wat ben ik blij. Ik ben niet normaal. Ik heb een hele slof erbij ook nog. Ik ga mij in de ei. Let's go. Boom! En dan maar 1 pak! Hey, 2! Oh, 2, nice. Ja, welke hou ik bij deze? Ja, dat is zoveel beter, gast. Oh, yeah, supermoto met vuurwerk. Achterop, terug. Hey, doei! Hoi, hoi! Yo, de knetter, toch vuurwerk! Dat is keihandig, anders kunnen ze echt niet pakken met dit. Die denken, motorrijders. Ja, ik dacht gewoon, motorrijders, die hebben toch geen vuurwerk bij, maar hij vindt veel te snel. Yeah, let's go! Vuurwerk achterop! Woe! Ja! Bro, dit wat een plek hier, jongen! Was dit topplek? Nee, dit is top hier. Gewoon doen! We moeten even ergens de bikes neerzetten en hoe doen we dit? Stoken! Ja jongen! We zetten hem anders op. Als hier een boze boer aankomt. Maar ik heb trauma's aan off-road rijden. Weet je, als ik met spanning moet gaan rijden off-road, dan ga ik volop weer op mijn muil. Dit wordt zo chaos. Wow. Oh, die zijn best vet. Ik hou. Ik hou hem vast, ja? Ik durf het niet. Hey, volgende. Zonder stok. Nou, dan moeten we even iets meer daaien gaan. Wow!
Nog eentje, ik gooi hem weg. Ja, eerst een beetje daarheen lopen. Kan dit leuk zijn ze. Ja, stom is dat. Die staat onze kant op volgens mij. Oeh. Oh, als ik ga rijden en je steekt hem aan en ik kan hem tijdens het rijden zo in mijn hand. Nee. Bro, dat is fucking vet. Ik kan al niet met twee handen normaal. Jongen, dit is saai, dat gaat gewoon de lucht in. Jongen, dit is toch veel te dichtbij hier. Je domme. Oh. Politie. Appig. Ja, daar kan maar. Dit is helemaal zonder stok. Ja. Kun je hem niet ergens instoppen? In jouw kont? Ja. Die gaat sowieso stoppen. Kut voor onze motoren ook. Ja, dat is wat kut. Ja. Dit is helemaal kut. Zo doen? Ik doe die pellen. Nee, gewoon aardig blijven, dan komt het goed. Hallo? Wat heb je daar op? Ja, zeker. Ja. Nee, dat komt goed. Ja. Dank je. Ja, kijk, en dit? Dit kan ik echt waarderen, man. Ja. Als je het zo doet, kijk hoe verbleef wij zijn. Allebei naar die vuurpaal in zijn auto gegooid. Gaan we natuurlijk niet opruimen. Ja, opruimen. Je gaat toch niet onze kant op, jongen. Knalt echt dik, jongen. Ik wist het, jongen. Echt. Hoe wist ik het ook, jongen? Ik zou rennen. Die gewoon optieven. Nee, we gaan wel opruimen. Zo, opruimen. Mooi. Wat dat ook. Wow, dit is een heel berg hiervoor juist. Knijtervet. Ja, hier zijn we op de crossbaan beland. Wow, dikke crossbaan hier. Kei vet, gast. Wow. Nou, we zijn in Duitsland, dames en heren. Dus dat is wel even leuk. Wow. Oh. Gast. Ja, dat wil ik doen. Wow. Tegen een tak aan. Ja, Russisch roulette. Gooi maar hier neer. De vlog is nog niet voorbij, want wij gaan zo even... Komt echt door dat schreeuwen. Oh, nu voel ik het, jongens. Als ik zo doe... Oh, dat doet pijn. Ah, jullie dachten dat ik het vergeten was. Ik heb wel mijn kinderei nog, hier. Oh, jongens, wil je nou ook zo'n dikke sticker set met dikke Thomas erop, supermotor erop, dikke Monster logo? Stel die dan zeker op monster.nl. En deze chickies, die krijg je er helaas niet bij, maar misschien dat we een Playboy moeten uitbrengen. Zoei. Nou, weet je wat misschien wel leuk is? De heetste chips ter wereld. Ik ben wel benieuwd of dit echt zo'n heet chip is. Staat Hot Chip Challenge, Hot Chip Challenge. Ik heb fucking zieke keelpijn, ook kei niet slim dat ik dit nu doe, maar weet je wat het punt is? Ik kan wel tegen pitterheid. Oké. Oh mijn god, ze hebben hier zelfs gewoon handschoenen bij om dit te eten, man. Dat kan toch niet zo heet zijn? Ja, natuurlijk voor als je het in je oog krijgt. Oké, hier komt de heetste shit ter wereld. Goed en vies. Al toch mee, jongen. Wat vies, jongen. One eternity later. Verder. Ik heb mijn kop eraf gejankt. Het is koud ineens. Ik voel me helemaal sus. Ik voel me misselijk, want er zijn ook een paar chips. Dus mijn maag in. Nou, een borrelt daar als de pest. Echt, mijn tong ook, jongen. Je maakt je smaakpapillen hiermee kapot. Hey, ik ben stoer. Ik deed het wel. Laat even een like en abonnee achter. Nu normaal dit, jongen. Oh, als je mijn tong ook ziet. Kijk hoe rood dat is. Het brandt je helemaal omheen. Mijn tong, Ik wil aan vloggers geven. Goeie challenge. Hey, baby girl. Hey, baby girl. Laat je ass maar zien, hè. In de crib aangekomen. En ik heb eindelijk iets binnen waar ik gewoon lekker door mee kan gaan. Not it. Booming. Getuned. Kijk eens aan. Dit is eindelijk wat ik zocht. Want dit is voor mijn boksen hier. Kijk, zoals jullie weten, dit is een superleuke dagen allemaal. Ik heb nieuwe speakers besteld. Alleen die heeft een Amerikaanse stopcontactplug, zeg maar. Dus moest ik een connector weer erbij halen. En als het goed is... Nee, meen je niet. Past dit ook alweer niet. Hallo, niemand. Die past ook alweer niet. Echt, wat een troep dit allemaal, zeg. Dit is zo'n adapter. Verenigde Staten adapter. Nou, moest ik dan hier achterin kunnen doen. En dit is Europees adapter. Auw.
Hi Romy. Jouw hoofd ziet eruit als een palmboom. Wat heb je op je haar? Kom eens hier. Het wit op je haar. Zoveel haarlak opgespreid. James, sorry joh. Haarlak opgespreid. Schattig. Die krullen van de foto's. Ik heb keelpijn. Ik heb de hele nacht niet geslapen. En dat was daar. We hebben kapsalon zonder vork. Dit kan ik mentaal niet aan. Ik wil gewoon zonder vork eten. Ik heb geen vork. Jij ook de helft. Kom, anders ben ik echt van dat ik een hartaanval krijg. Dat denk ik sowieso wel. Kapsalon met chicken run. En nu zit ik weer aan het water heel de nacht. Omdat die kapsel zo ontierlijk zout heeft. Maar dames en heren, ik zou zeggen, grab some merch, molsoe.nl. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker om bij de Molsoe Gang te horen. Zou ik echt super erg waarderen. En dan zie ik jullie weer strijders in de volgende video. Bye bye.